Goedemorgen, mijn naam is Rick, productspecialist AIRA Verlichting. Ik ben hier samen met DJ Timothy. Kom jij ook morgen naar Buckshop? Ja jongen, weet je wel, kijk, dan gaan we samen even dik doen. Kom tegen de microfoon, dik zo. Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik zit nu in de auto zoals je kan zien en vandaag gaan wij naar Bucks Music in Rotterdam. Want daar heeft AIRA de Roadshow 13 nieuwe producten zoals ik al heb verteld in een andere video. We gaan het even bekijken. Let's go. Ik ben DJ LeBrent. En jij? Ik ben Finn. Ik ben geen DJ. Vrienden? Nee. Oké, okay. Je kent elkaar niet? Nee. Oh. Ja, dat leek zo. We kwamen elkaar net. Kijk wie daar is. Kijk eens. Dat is de baas hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Hoe is die? Goed man. Ja, professional camera meegenomen en al? Ja. Even een vlog maken toch? Hartstikke leuk. Goedemorgen, mijn naam is Rick, productspecialist AIRA Verlichting. Ik ben hier samen met DJ Timothy. En we gaan even kijken naar onze mobiele lichtsetup bij Bucks Music Rotterdam. We hebben 13 nieuwe AIRA producten en die gaan we even aan je voorstellen. Dus ik ga samen met Timo eventjes langs alle producten en vertel ik eventjes wat we allemaal gaan doen. Hier hebben we AIRA Aero Microspot. Heeft een 10 watt led aan boord, kleurenwiel, gobowiel. En daarnaast hangt zijn kleine broertje, de Alo Microscan. Die heeft ook een 10 watt led, ook afzonderlijk kleuren en gobowiel. En het leuke van die twee is dat je ze onderling kan combineren met elkaar. Dus je mag ze master slave met elkaar koppelen en ze zullen dan ook dezelfde dingetjes doen. Alo Microscan is ietsje goedkoper, want een proefje is nou eenmaal ietsje duurder om te maken. Het leuke van de Aero Microspot is ook dat je deze qua pan- en tiltrange kunt aanpassen. Dus stel dat jij deze achter een DJ wilt hangen, dan kun jij de pan- en tiltrange beperken, zodat die alleen maar naar het publiek schijnt. En dat kunnen heel veel moving heads in die klasse niet. Nou, mocht je toch iets goedkoops willen, dan kun je natuurlijk kiezen voor de scanner. Alleen heeft die natuurlijk een iets beperktere bewegingsvrijheid. Heeft wel een metalen behuizing met een kunststofkapje. En de Aero Microspot is voorzien van een metalen constructie met kunststofkappen eromheen. Allebei zijn ze vanaf dit moment verkrijgbaar. Gaan we door naar de AIRA Q-Par serie. Dat is ook weer een setje van twee stuks. Je hebt hier de Q-Par 4, die heeft 4 ledjes aan boord. Heeft een wat nauwere afstraling en een gegoten aluminium behuizing, waardoor die echt robuust is, maar bovendien ook stevig. En daarnaast hangt zijn kleine broertje, de Q-Par 6. Die heeft 6 ledjes aan boord. Daarmee heeft hij iets meer LED-power, maar wel een bredere afstraling. Dus netto hou je ongeveer dezelfde lichtopbrengst over. Allebei de apparaten hebben natuurlijk heel veel verschillende ingebouwde programma's. Je kan kleuren standaard kiezen, je kunt kiezen voor kleurenfades zoals ze dat nou doen. En natuurlijk kun je ze ook via DMX aansturen. We hebben allebei een vaste stroomkabel, dus je hoeft je nooit meer zorgen te maken dat je de stroomkabel kwijtraakt. En dit zijn ze. Vind je dat zelf een voordeel of een nadeel dat die stroomkabel vast is? Het ligt heel erg aan je toepassing. Als jij bijvoorbeeld heel veel doet met busverlichting en dergelijke, dan kun je die dingen zo in je truss hangen en dan hoef je eigenlijk alleen maar een stroompintje te zoeken om ze werken te krijgen. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook een voordeel zijn voor andere ledspots dat je de stroom in en uit kan lussen. En dat kan dan weer bij deze armaturen niet. Dus ja, alles heeft zijn voor- en nadelen en dat ligt helemaal aan jouw toepassing. Okay. Gaan we door naar de AIRA Flash 30 en Flash 60 LED. Dit zijn onze nieuwe LED-stroboscopen. En die zie je hier ook af en toe even flitsen. Ja, het ziet er op de camera misschien wat lastig uit. Dat heeft te maken met de framerate van je camera. Dus af en toe zie je hem flitsen en dat kan misschien raar overkomen. Maar we zijn nog bezig met de AIRA Tour, dus kom ze gerust eens in het echt bekijken. We hebben allemaal kleine SND-ledjes aan boord. En die zitten in een matrixje van 3 rijen lang. De Flash 60 heeft 2 keer zoveel LED's als de Flash 30. Allebei hebben ze stroom in- en uitgehangen, dus je kunt ze makkelijk doorlussen. En het zijn hele compacte en bovendien goedkope apparaatjes. Dus in plaats van dat je investeert in een grote dure stroboscoop van 3000 watt, kun je ook bijvoorbeeld 10 of 12 van deze hele kleine lampjes ophangen. En dat maakt het voor je setup heel leuk. Daar kun je hele creatieve stroboscoop effecten mee maken. Wat kost dat dan? De kleintje kost, even uit mijn hoofd hoor, rond de 55 euro en de grote rond de 75 euro. Dus je betaalt net iets meer voor iets meer LED's, iets meer power. En allebei de apparaten kunnen ook gewoon standalone als blinder gebruikt worden. Dat zal ik even laten zien. Kijk. Oh ja. Dan komt er een gigantische lichtopbrengst uit. Dus behalve dat je ze kan gebruiken als stroboscoop, kun je ze ook nog inzetten als blinder. Maar je zou ze ook bijvoorbeeld nog backstage kunnen gebruiken voor de belichting van je garderobe bijvoorbeeld. Als je in een feesttent aan het werk bent. Of bijvoorbeeld bij de tassencontrole of het fouilleren of de ticketcontrole of wat dan ook. En dan heb je een heel klein compact apparaatje
met een metalen constructie waarbij het gewoon een kwestie is van stroom en prikken en je kunt er alles mee doen. Nou, natuurlijk kun je ze ook geluidgestuurd gebruiken of via DMX twee kanalen. Eentje voor de stroboscope rate of eventueel volledig aan en eentje voor je dimmer zodat je ook leuke dimchasers kunt maken. Dan hebben we nog Aero Hexabeam. Aero Hexabeam is een heel leuk apparaat voorzien van 6 bewegende kopjes. Elk kopje heeft een 10 watt RGB led aan boord. En je kunt ze natuurlijk ook verschillende manieren aansturen. Nou, ik heb hier twee armaturen in master slave met een tilt invert. Dus daardoor krijg je net even wat andere effecten. Het is heel leuk om op te hangen als center effect bij drive-in show bijvoorbeeld. Waar je er 1 of 2 in je truss ophangt. Je kan ze zowel verticaal als horizontaal ophangen. En aan de achterkant, misschien leuk om even te laten zien, heb je van die quickkoppelen koppelingen. Dus daarmee is het dus mogelijk om je apparaten heel snel met de beugel vast of los te maken. Aero Hexabeam heeft een metalen constructie en is voorzien ook van kunststof kappen. En ook deze kun je weer gebruiken in een automatische modus. Dan kun je zelf de snelheid instellen. Je kunt ze gebruiken in master slave opstelling. Je kunt ze muziekgestuurd gebruiken natuurlijk. En via DMX via verschillende kanalen. En zo is er onder andere ook een 6-kanaal versie aanwezig. En daarmee heb je controle over de bewegingstypes en de bewegingssnelheid. De kleurenchases en de kleurensnelheid. Dus je kunt al relatief makkelijk een leuk showtje wegzetten zonder dat je hele avond zit te programmeren op je DMX controller. En dat kunnen heel veel andere apparaten in die klasse niet. Dan hebben we hier nog de nieuwe Compar uitbreiding. De Compar 50 en de Compar 60. Nou, de Compar 50 is voorzien van 5 RGB AW UV LEDs. En de Compar 60 heeft er 12 van. Het zijn eigenlijk in basis verder dezelfde apparaten. Ze zijn eigenlijk een stukje boven onze normale Compar-lijnen geplaatst. Nou, je hebt een volledig metalen behuizing, modulair opgebouwd, met een dubbele ophangbeugel aan de zijkant. En bovendien heb je ook gewoon neutrik powercon in- en uitgangen. Dus qua stroomvoorziening heb je best een robuuste in- en uitgang. En die kun je dus gewoon meerdere keren in- en uitdrukken zonder dat je je zorgen hoeft te maken over dat er een stekkertje loskomt of wat dan ook. Ze zijn dus iets meer bedoeld voor het professionele gebruik. En deze hebben ook weer dat platte design waardoor je ze ook als een soort van uplighter kunt gebruiken. Of voor welke andere toepassing dan ook waar je mobiele verlichting nodig hebt. Ook deze hebben weer heel veel standalone mogelijkheden. Je kunt kiezen voor een vaste kleur of voor de kleur de fade of voor de kleur de jump. Maar ook heb je natuurlijk muziekgestuurde mogelijkheden. Je kunt de kleur instellen en daarvan het dimmerniveau aanpassen. En zo heb je zelfs zonder een DMX-controller te gebruiken een heel leuk product waar je eigenlijk in zichzelf al mooi vooruit mee kan gaan. We hebben nog een klein apparaatje hier, een leuk lichteffectje. Die kennen ze volgens mij. Ter aanvulling van onze lichteffecten range, de AIDA TDC 180 Derby. En dit is een apparaat met een hele brede spreidingshoek. Want de lenzen zitten eigenlijk in een hoek van 180 graden verdeeld over het apparaat. Dus voor kleine horecagelegenheden of bijvoorbeeld verenigingsgebouwtjes heb je eigenlijk met één apparaat al een heel mooi zaalvullend effect. Die je bijvoorbeeld in de hoek kan ophangen en dan is ook heel je zaal verlicht. Is voorzien van 2 keer 10 watt RGBW, dus je hebt een behoorlijke lichtopbrengst en veel verschillende kleurenmogelijkheden. En ook deze kun je weer gebruiken in een automatische modus of muziek gestuurd of eventueel via DMX via een paar kanalen. Gaan we door naar AIRA, de nieuwe Aero 4 serie. De Aero 4 serie is eigenlijk een beetje gebaseerd op onze 7 serie, nou die hangen hierboven ook op. Er zijn eigenlijk wat kleinere varianten daarvan. Iets meer bedoeld voor de mobiele DJ of voor de horeca waarbij je gewoon een vaste installatie hebt en je wil gewoon veel licht voor dat geld. Aero 404 heeft 4x10 watt RGBW aan boord, heeft een strakkere beamafstraling. En de Aero 406 heeft 4 stuks RGB AW UV modules aan boord. En daarmee kun je dus ook blacklight effecten genereren en heeft een iets bredere afstraling. Bij de moving heads kun je ook weer op verschillende manieren gebruiken. Ze hebben ingebouwde programmaatjes. Je kan kiezen uit 4 automatische programma's. En die kun je afspelen in de muziekgestuurde modus. Of die kun je eventueel op een vaste snelheid instellen. Dus zelfs als je geen DMX-controller hebt en je wilt toch een leuke lichtshow voor bijvoorbeeld een bruiloft, dan knoop je een stuk of 4 van die apparaten aan elkaar. Die stel je in op een bepaalde snelheid. Je maakt gebruik van de pan- en tilt-inversies die er ook op zitten. En dan heb je eigenlijk al een hele leuke lichtshow zonder dat je hele drukke effecten krijgt. En daar zijn die apparaten heel goed in. Maak ook gebruik van een metalen frame waar kunststof kappen op zitten. En ook hier maak je weer gebruik van de quickkoppler koppelingen die aan de bovenkant zitten. Dus heb je een haak met de halfkopper, die draait er met een kwartslag af en dan kun je de haken los vervoeren. Dus die moving headjes kun je mooi rechtop in een case vervoeren, zodat ze netjes heel blijven als je ze veel gebruikt als mobiele DJ. Dan hebben we hier om het hoekje ons laatste nieuwe product nog, Aero Motion Heads 4W. Nou, de 4W staat voor 4 apparaten en de kleur is wit. Dus je hebt 10 watt witte led als lichtbron en eigenlijk 4 bewegende koppen met pan- en tiltbeweging die je afzonderlijk kunt aansturen mocht je dat willen. Maak gebruik van een metalen bar
Dan is ook hier weer voorzien van die kwikkoppelingen, zodat je ze makkelijk in je truss kan hangen. Maar er is ook een statiefadapter geïntegreerd, waardoor je ze heel makkelijk op je riststatief kan zetten. Ook deze apparaten hebben weer heel veel functies standalone aan boord. Dus je kan ze gebruiken in automatische modus, in een master-slave setup, muziek gestuurd. En in de automatische modus kun je ook weer zelf de snelheid van de programma's instellen. Dus ook daar geldt weer, ben je een mobiele DJ en je wilt toch een heel leuk effect voor bijvoorbeeld bruiloften of feesten waar het niet zo druk hoeft qua verlichting. Dan kun je ze met deze apparaten heel makkelijk en secuur instellen, waarbij ze heel langzame bewegingen maken. En ja, ben je een mobiele DJ en heb je echt een discotheekgevoel nodig, dan zet je ze in de muziekgestuurde stand en dan gaan ze behoorlijk snel en accuraat bewegen. Ook hier heb je weer DMS gestuurde mogelijkheden en ook dezelfde als bij de Aero Hexabeam. Dus je kunt de beweging kiezen via DMX en de bewegingssnelheid, maar afzonderlijk daarvan kun je ook de witte chases kun je selecteren en qua snelheid instellen. Dus ook hier kun je weer met heel weinig programmeerwerk een leuke show neerzetten. En dat valt eigenlijk alles samen. Mocht je nou meer informatie willen, we zijn nog bezig met de Aero Roadshows. Volgende week staan we in Amsterdam, de week daarna, 25 november, staan we in Antwerpen. En 9 december kom ik ook nog naar Goes. Dus mocht je vragen willen hebben en deze producten in het werkelijkheid komen bekijken, kom dan gerust even langs. En wil je meer informatie, kijk dan gerust even op onze website www.baxio.nl en zoek even naar de nieuwe Aero producten. En mocht je nog meer willen weten, en stuur gerust een e-mailtje, neem even telefonisch contact op. En de heren en dames van Baxio zullen je ongetwijfeld goed helpen. Bedankt voor het kijken. Want wat hebben we hier staan? Pioneer Nexus 2, Pioneer 2000 Nexus 2. Zou je die willen hebben? Ja, heel graag. Ja. Alles wel eens opgedraaid. Gaat het lukken? Want wat heb je zelf thuis? Pioneer DDA SX. Ja, dat is zo'n MIDI controller, toch? Ja, ik wil overstappen naar deze. Eigenlijk eerst en daarna ooit naar deze. Maar is die RX nu niet goedkoper geworden door die Mark 2? Jawel, volgens mij wel. Alleen nu is die tweede als 1000 euro nog wel. Ja, dat is nogal veel hoor. Want dit is... Oh, is een SB. Zo'n hele MIDI. Ja. Ja. Maar dit vind ik echt helemaal niks, zo'n ding. Deze hebben ze op school. Ja, ja, dat vind ik dus echt niks. Je ziet het verschil niet tussen die en die eigenlijk. Ik zou het echt niet weten. Volgens mij heeft hij alleen meer aansluiting aan de achterkant voor meer speakers aan te sluiten. Dus er was wel wat meer zijn, maar ik zou het niet weten. En dit is een RR. Oké. Okay. Ja, ik vind dit niet zo boeiend meer. Dit vind ik wel boeiend. Die zou ik wel mee willen nemen naar huis. Ja. Neem ze mee anders. Kan toch? Ja. Ga je betalen? Nee, ga gewoon alleen die dozen. Die zijn toch leeg. Echt? Ja, tuurlijk zijn ze leeg. Tenminste. Volgens mij zit er gewoon een ijs erin. Oh. Ah, kan je ze alsnog meenemen, toch? Nou, wij gaan even draaien op deze schatjes. Weet je wel hoe het werkt, zo'n set? Nee. Ik heb het nog nooit opgedraaid. Heb je trouwens op het schoolfeest gedraaid? Nee, ik zit nog niet in de stage crew, dus dan mag het helemaal nog niet. Want Da Silva doet dat nog steeds, toch? Giovanni of zo, just dat. Volgens mij was die kaal. Ja, is het? Ja. Ja. Thank you.
Maar blijkbaar ben ik gewoon een kijker. Ja, klopt. Ja? En jij wel op de foto? Ja. Ja? Nou, dan gaan we het even doen. Kom. Mag ik ook zien op de foto? Selfie. Ja, tuurlijk. Dankjewel. Moet je ook draaien? Nee, ik kan niet zo goed draaien. Ik ben lichtman, dus. Oh, je bent lichtman? Ja. Ook nice. Heb je gezien daar? Ja, gaaf. Wat vind je ervan? Ja, heel erg mooi natuurlijk. Wat heb je zelf? De Aira Derby 2 LED-paren, de Aira WCM 02, stroboscoop van Eurolight, nog veel meer, T-Bar, My Day Mix. My Day Mix? Ja. Hey. Lekker man. Ja. Hey, je kijkt altijd naar mijn video's. Ja, klopt. Goed zo. Ja. Wat vind je het leukst? Als je met Diaz en Bruno draait. Ja? Blendfest. Blendfest. Ja, vind je dat leuk? Ja, dat is heel erg leuk. Was wel populair hè, Blendfest. Ja, zeker. Maar jij let dan zeker als lichtman vooral op het licht in de video? Ja, zeker. Ook het geluid. En waar wil je? Alphen aan de Rijn. Oké. Okay. Oh, dat is wel ver. Ik heb je les op de video gezien met de treinen. Toen ging je ook in Alphen aan de Rijn. Dus we hebben net eventjes lekker gedraaid en ik sta hier samen naast DJ LeBrent. De enige echte. Want wat is nou je echte naam? Brent. Brent, ja, logisch eigenlijk. Maar je hebt ook een eigen YouTube kanaal. Ja, DJ LeBrent. Dus jongens, linkje in de beschrijving. Even checken, even abonneren, even liken. Want wat upload je zo al? Giglogs en unboxings. Leuk. En reviews. Zeker even kijken, zeker de moeite waard. Bedankt voor het kijken. We gaan weg. Dit was de Bakshop Aira Roadshow video. Ik hoop dat je het leuk vond en wat van hebt geleerd. Ik heb het naar mijn zin gehad. We hebben even samen lekker staan draaien hier op de Nexus 2 en de XDR1000MK2 en de 900 Nexus. Die zijn trouwens echt heel nice deze. Heel mooi scherm hebben die ook. Dus aanrader. Nog even sparen, Brent. Ja. Bedankt dat je er was. Was het leuk? Ja, heel erg. En tot de volgende keer. Ja. Hoi hoi. Wat moet ze doen? Abonneren op mijn kanaal. Ja, en bij mij? Like de video. En? Laat een comment achter in de reacties. En abonneer. Peace. Ik vlog nooit hiermee.